Dit is de begraafplaats van Sliedrecht. Als we niets doen, is er in 2025 geen ruimte meer voor nieuwe graven. De gemeente heeft een onderzoeksbureau gevraagd wat er mogelijk is om dat te voorkomen. Er zijn 7 manieren om ruimte te maken op de begraafplaats. Op deze strook staat nu nog wat groen verspreid. Door deze plek anders in te richten, is er ruimte voor circa 60 nieuwe graven. Achter de urnenis loopt een boomschorspad, bedoeld als plek om as te verstrooien. Maar dat is hier nog niet gebeurd. Daarom kan deze ruimte benut worden om 50 nieuwe graven aan te leggen. Ook al omdat er op de begraafplaats een andere plek is om as te verstrooien. Vlakbij het kantoor van de beheerder is ook ruimte. Als het groen wat er nu staat wordt weggehaald, biedt dat plaats aan 20 nieuwe graven. Het is dan wel nodig om een goede afscheiding te maken tussen het opslagterrein en de begraafplaats. Op deze plek, aan de kant van de stationsweg, ligt nu een brede groenstrook. En er staan een hek en een ligusterhaag. De ruimte tussen het hek en de haag is 6 meter. Hier is ruimte voor 135 nieuwe graven. Dat geldt ook hier, om de hoek. Als de heg wordt weggehaald, is er ruimte voor 20 nieuwe graven. Tussen de bestaande graven en de watergang, aan de kant van de Savorin-Lomanlaan, is het mogelijk om 120 nieuwe graven aan te leggen. Het is dan wel belangrijk om een nieuwe groenafscheiding te maken tussen de begraafplaats en de weg. Tot slot is het ook mogelijk om de begraafplaats uit te breiden. Tussen de begraafplaats en de A15 loopt de Tientweg met een groenstrook. Op dit gebied is ruimte voor 375 nieuwe graven. Met al deze ingrepen kunnen er op de begraafplaats 780 nieuwe graven komen. En daarmee is er zeker tot 2035 ruimte genoeg.